We staan hier vanavond voor het Stadhuis in Brugge. Er is een boekvoorstelling over niemand minder dan Willy Lustenhauer. Een man die we ons in Brugge zeker niet kunnen wegdenken door al die jaren heen. We zijn er vandaag bij dus met onze Exclusief TV. Ik wil jullie echt bedanken om hier aanwezig te zijn. Dat is altijd leuk. Ik heb aan dat boekje al een selectie gemaakt van er redelijk wat werk gehad over en weer. En dat tot dan toch duurt, dat ik geworpen is, dat is steriel werd. Dat dat toch één, de mensen dat appreciëren. Nu heb nog niet geweest, ik moet jou. Goed dat je misschien meer van jou alleen hebt gebeld. En je zegt, Benny zegt, er komt een nieuw boekzit van Willy. En zul je wel het voorwoord schrijven. Dat kan er met heel veel plezier gedaan. En ik wil er onmiddellijk aan toevoegen dat we dat als een grote eer beschouwen. Wat lust het mensen, kan ook een één carrière in drugs, maar een tweede Willy komt er nooit. Er is maar één Willy en er gaat altijd maar één Willy bluffen. Maar ik heb het op die manier gedaan en ik ben je daar dankbaar voor dat je me gevraagd hebt. Dank je heel vriendelijk. En ze hebben ook gevraagd of ze een paar liedjes willen zingen. Enfin, ook degene die van zingen deuren hoort. Maar goed, heel toevallig Koen, ook de titel van je boek per e-mail binnengekregen heb, zag ik ons titel staan. Het Brugs is altijd schoon. Hè. En dat moeten we nu om bedoelen, en dat is echt de waarheid. Nu, deze maand, bij dus na 14, is 25 jaar geleden dat mijn derde Brugse LP uitkwam. En er stond er een liedje op dat nooit op een klein padje uitgekomen is. Ik weet dat er niet veel mensen dat liedje kennen, maar ik zou het eigenlijk eens zingen vanavond. Wat moeten we bedoelen? Hier zegt heb je in je boek, het Brugs is ook iets schone. En dat liedje dat ik geschreven heb, tekst en muziek, 25 jaar geleden, is simpelweg getiteld Brugge is schone. Hij was onze technieker. Brugge is schone, Brugge mijn stad, Venetië van Noorden. Kostbare schat, Brugge is schone, nu en altijd. Je moet er vier op zin, als je Brugge links zit. Wie draagt er de brieven rond? Des de vader. En wie niet er geen grote mond? Des de vader. Heel vroeg uit zijn badden, voor een gewone wadden. Wie is er altijd wel gezind? Des de vader. Ik heb mijn wieg gespoeld, zo klaar als zo lang vond. Rusten, in rusten rond. En waarom? Ik heb er in mijn hart. De schoonste stad van Holland, den Diedel, Dolle Torre, de Markt, den Berg en Zand, de Meuls, het Middelwater, het Stellende, wat een pracht. Ons Brugge is een droombeeld, nu de duizend en één nacht. Bon, ik weet dat Willy heel zijn leven het Brugs enorm geapprecieerd heeft. Iedereen weet dat. Dat hij het Brugse dialect geïnventariseerd heeft. Bij mensen langs zingen, rusthuizen, et cetera, et cetera. Gewoon om die woorden, om die uitdrukkingen te kunnen voor het, kan ik zeggen, voor het hiernamaals, voor het nageslacht te gaan bewaren. Hallo, Martin. Hij is hier in de club van de week, hè? Mocht u er niet van je vrouw zeggen, hè? Wat dan gezien dat ik moest doen, hè? De eerste keer dat ik sprak naar de club, ging gewoon zijn stoep van nee, nee. Ik heb ze vast gepakt. Over mijn knieën leed. Rok naar omhoog. Broek naar omleeg. En sloo weg op die blote koente. Totdat ze als de blies praat dat naar de club ging gewoon. Kan dat door weg, Gerard? Kan dat door weg? Kan je zien, ik ga naar de club. Ze zegt, club, hé, dus. En hij had mijn haar nooit te doen. Zeg, club,
gaan naar de kastwachter, papi Gerard. Om met nierenleden, rot naar hem over, broek naar hem liggen. En zus lekker of dat de lieve woorden van te slaan, ik heb goed gekeken, ik heb me overpeest. Van kinds af heb ik altijd naar de platen gelusterd. Ik kan ook beeldmateriaal van one-man-shows en ja, dat heeft altijd geketteld van dat te kijken en ik kan altijd gezegd van, als ik ooit groot zin, wil ik doen wat Willy Lustenauer deed. Ik wil Willy Lustenauer worden eigenlijk. En ze hadden mij gevraagd om het voorwoord te schrijven, dus ik heb meer dan een jaar geleden een telefoontje gehad van de auteur van het boek, Koen de Brabander. En die vroeg me, ben je bereid van het voorwoord te schrijven? Ik zei maar heel veel plezier, ik vond het een eer. Om in een boekje van Willy en over Willy het voorwoord te mogen schrijven. Maar het heeft wel een tijdje geduurd eer ze terug contact opnamen. Ik dacht dat het al niet meer ging doorgaan. Maar het is dan toch gelukt. En ze hebben ook gevraagd, wil je bij de voorstelling van het boek ook een paar Brugse liedjes komen zingen? En ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ja, want je was erbij. Brugge ligt aan je nerten. Dat hebben we ook gemerkt bij het zingen van het nummer. Even traantjes bij Benny. Ja, ik heb het echt moeilijk gehad aan dat laatste nummer, omdat de mens begint te beseffen aan een bepaalde leeftijd dat er niet veel tijd meer overschiet. En dat is de emotie van het moment hoor. Maar ik ben wel echt heel, ik zal maar zeggen, trots dat ik een nummer heb geschreven dat toch bij alle Bruggelingen toch bekend is en ook een stuk erbuiten. Ik zal toch iets achtergelaten hebben als ik ooit mijn ogen sluit. Ja, een nummer uit 1981 dacht ik, hè? Dat klopt, dat was mijn allereerste Brugse plaat. En het grappige is, ik ben dus gestart als zanger met Engelstalig werk. Ik ben een hevige Elvis-fan, nog altijd. En ik ben beginnen zingen door Elvis, met hem ooit te zien op het witte doek in de film Love Me Tender. En mijn allereerste plaat, toen ik 35 jaar oud was al, dat waren twee Elvis-covers. En vanaf de tweede plaat heb ik dus eigen teksten en muziek beginnen schrijven in het Engels. Maar ik liep al heel lang met het idee rond van een keer een hulde te brengen aan mijn geboortestad. En ik wist echt niet hoe ik dat moest doen, in welke taal. Want ik zag het niet zitten in het Engels, uiteraard niet over Brugge zingen. In het AN, toen was dat nog ABN, hè, zag ik ook niet. En ik zeg, ja, waarom niet in Brugs? En ik heb dat gedaan en dat was voor mij een tussendoortje. En daarmee was de kous af. Naar Kenbrugge in mijn harte, met de B-kant de Brugse rijtjes. En de volgende plaat was terug Engelstalig. Maar toen heb ik gemerkt dat er toch een respons begon te komen op dat Brugs van mij. En dan zijn we met de platenfirma overeengekomen, we gaan nog eens wagen. En dan is het gebeurd in die zin, Clementientje, de chef van de Stoatie, en dat hele klein cafeetje. En dankzij de vrije radio's, de lokale radio's van toen, en in het bijzonder de VBRO, moet ik zeggen, ik heb aan die mensen heel veel te danken. En ik ben ze nog altijd dankbaar. Want van de toenmalige BRT, buiten dat liedje van Kenbrugge in mijn harte, dat is gedraaid geweest door Ro Burms, veel. Ook Jos Gijzenzaliger heeft dat ooit gedraaid, op Limburg dan. Maar op het moment dat Clementientje uitkwam, was voor de BRT cultureel niet hoogstaand genoeg blijkbaar. En dan heb ik veel te danken gehad aan de lokale radio's. Die hebben het feitelijk gemaakt dat ik in West-Vlaanderen en een stuk erbuiten op dat vlak bekend geworden ben. Ja, u wordt 75 volgend jaar. U hebt gezegd, dan is het de allerlaatste keer dat ik op het podium sta. Ja, maar ik heb dat al een paar keer gezegd en de podiummicrobe, dat is feitelijk een beest waar je nooit helemaal van geneest. Er zijn zoveel andere artiesten en zangers die ooit gezegd hebben, we stoppen ermee. Nicola Nugo hebben ook al vroeger aangekondigd, we gaan ermee kappen. Kijk naar Toet Stielemans, die zegt concerten af en die duikt een tiental dagen geleden terug op voor een heel korte verschijning. Maar toch, ik had ook gezegd, voor mij is het gedaan. Maar ik bekijk het nu zo. Ik heb twee one-man-shows in de Stadsschouwburg gedaan. En toen heb ik gezegd, het is gedaan. Toen ik 70 werd, begon het terug te kriebelen. En dan heb ik in de Dijk, cultureel centrum, de Dijk, op de Blankenbergse Steenweg in Brugge, heb ik een one-man-showtje gedaan met een vierkoppig orkest, live. Ik heb me rot geamuseerd. Dat zijn dingen waar je dus zelf achter staat. En er is geen druk, je doet wat je wil. En ik wil in schoonheid afscheid nemen als ik 75 ben, maar dan is het inderdaad wel. Dan sta ik 52 jaar op de planken en ik denk, zeg nooit nooit, maar hier is het toch wel beslist. Het zal mooi geweest zijn. Ik bleef een jong van harte, honderd leven met een lach. Ik zie ons zeer dankbaar voor iedere nieuwe dag.